Tijdens de DNA-vergadering van afgelopen donderdag hebben diverse parlementariërs aandacht van de regering gevraagd voor de situatie in de ziekenhuizen en in het onderwijs. Zo wilde ABO-parlementariër Edward Belfort weten hoe het staat met de situatie in het 's Lands Hospitaal, waarbij personen die lang moeten liggen aan hun lot zijn overgelaten. Daar is de zorg naar het minpunt gedaald, meent Belfort. Niemand wil in het 's Lands Hospitaal verpleegd worden, niet eens een dag laat staan voor langere tijd, schetste het lid de huidige situatie. Hoe moeten deze mensen dan verder? Betekent het dat ze dan thuis moeten gaan en wachten tot ze doodgaan en de familie ze moeten begraven, voorzitter? Het is een heel ernstige situatie, voorzitter. Wat gaat de regering doen om de kosten te dekken voor deze mensen, voorzitter? Niemand wil ziek worden. Maar we zien dat mensen daar liggen, niet alleen in het 's Lands Hospitaal, alle ziekenhuizen, voorzitter. Mensen liggen maanden daar. Hoe komen ze aan medicamenten? Ik heb geen kennis van het ingekomen stuk, de inhoud van het ingekomen stuk over de langliggers, een probleem over de langliggers bij 's Lands. Maar het is wel een algemeen probleem dat er soms mensen worden aangemeld bij de ziekenhuizen. En de verzekermaatschappijen verlenen een garantiebrief van 2 weken. De persoon wordt behandeld. Misschien krijgt hij een verlenging, weer 2 weken. Maar op het moment dat de persoon ontslagen moet worden, is er niemand die zich ontfermt over deze persoon. De persoon blijkt dan gezond te zijn. Ik kan u bijvoorbeeld een voorbeeld geven van iemand die ligt in het Petronella ziekenhuis in Wageningen. Die is op een dag gewoon aangemeld bij de poort, praat geen Nederlands, niemand weet van waar die man komt en hij ligt al bijna een jaar daar. Op een gegeven moment heeft de ziekenhuisdirectie deze meneer door tussenkomst van een verpleeghuis in Koroni, heeft het ziekenhuis die persoon daar onder kunnen brengen. Volgens minister Patrick Pengel van Volksgezondheid moest het Petronella ziekenhuis inkomen om de kosten te dekken, omdat de overheidssubsidies zijn afgebouwd. NDP-parlementariër Roselli Coutinho reageerde op een ingekomen stuk van het ministerie van Onderwijs, waarbij minister Robert Pneu zich zorgen maakt over het lage slagingspercentage op VOJ-niveau. Ze wilde weten welke acties de regering denkt te nemen om de situatie te verbeteren. Bij mij rijst de vraag welke actie het ministerie zal ondernemen op kort termijn, dus dit jaar, om de slagingspercentage van deze scholen op te krikken. Voorzitter, los van het feit dat de minister het hier heeft over VOJ-scholen, terwijl ik een hele lijst zie met GLOW-scholen, zie ik ook dat het belangrijk is om het milieu, dus de omgeving van deze kinderen bij te betrekken. Wat zal het ministerie doen om het milieu van de kinderen bij te betrekken? Wat zal het ministerie doen om ouderparticipatie te stimuleren? Want de ouders, de participatie van de ouders in het leerproces is één die we niet kunnen missen in dit proces. Kijkend naar de lijst zien we dat de scholen in het binnenland zeer slecht scoren. 0,0%, 5,3%, 9,5%, noem maar op. Wat zal het ministerie doen om de problemen in het binnenland tot het verleden te laten behoren? Ik zal het dus dan door verwijzen naar mijn collega van onderwijs. Ik moet wel melden dat het schooljaar in het binnenland, met name de lesgevenden, voor het eerst allemaal op tijd op hun post waren. En dat de ploeg heel erg gemotiveerd vertrokken is uit Paramaribo. En niet op de laatste plaats dat we allemaal gekwalificeerde lesgevenden in het binnenland hebben. Tot zover een fragment uit de DNA-vergadering afgelopen donderdag.